denk als je heel erg je best doet, de auto is echt efficiënter geworden ten opzichte van zijn voorganger. Die motor is efficiënter geworden. Als je heel erg je best doet, denk ik dat je wel 600 kilometer actieradius haalt. Polestar 2. Dit is het verhaal van de auto die een harttransplantatie kreeg. Hij was er als single motor met het motortje voorin, een elektromotor voorin. Hij had hem ook met een dubbele motor, dan had iedereen voor en één achterin. Dat is vrij logisch. Want toen besloten ze daar, bij Polestar, bij Volvo dus, hebben ze hetzelfde kunstje met een ander model uitgehaald. Als we die motor nou eens achterin zetten, we maken sowieso een beetje een efficiëntere motor, maar dan gaat die auto ook beter rijden. Want een elektromotor heeft heel snel veel kracht. Als je dat in de voorwielen hebt, die voorwielen die hebben dan en het kunstje aandrijving verlenen en het kunstje van richting veranderen. Twee kunstjes voor de voorwielen en de achterwielen geen enkel kunstje. Dat is niet eerlijk. Dus bij de huidige, de nieuwe Polestar 2024... en je hebt een single motor, dan zit die motor achter. Achterwielenkracht, voorwielensturen. Zo is het ooit bedacht. En dat is uiteindelijk ook wel het beste. Waar het gaat om rijk karakter. Maar ook om balans in een auto. Want zo'n elektromotor heeft heel veel kracht. En als je die op de voorwielen hebt en je geeft veel gas, dan voel je dat altijd in je besturing. En dat is niet zo fijn. Nou is dat in de autogeschiedenis niet zo vaak gebeurd. Zo'n harttransplantatie. Wat vrij logisch is, want in geval van een verbrandingsmotor komt er heel veel bij kijken. Een verbrandingsmotor, een kardanas die naar achteren moet, een versnellingsbak die daar nog tussen zit, is echt heel erg moeilijk. De Rover 75, die later als MG kwam met een 8-cilinder, daar hebben ze het veranderd. Van voor naar achterwielaandrijving. Ik heb er nog eentje. En als jullie er eentje hebben, meld het even hieronder. Ik ben heel benieuwd. Maar Peugeot deed het ook met de 205. Voorwielaandrijving. Toen kwamen ze met een rallymachientje. De T16 kreeg het torretje achterin. En inderdaad, achterwielaandrijving. Het is vrij simpel hoor, om deze verandering bij een elektrische auto door te voeren. Hij had namelijk al voorwielaandrijving en achterwielaandrijving. Want vierwielaandrijving. Nou, als je dan die voorste eruit peutert, die laat je voor wat het is. Ja, dan hou je er dus eentje over met achterwielaandrijving. Anders kunnen we het niet maken. Hij is wel fijn. Kijk. Als je hier een beetje op het gas gaat, dan voel je die achterkant ietsje duwen. Ietsje. En dat is leuk als je houdt van fijnrijdende auto's. Maar het is eigenlijk ook gewoon prettiger in het dagelijks gebruik. Ook als je niet alleen maar loopt te knallen. Wat fijn is aan een Polestar, en dat was al dat dik 10 jaar geleden. Dat kan helemaal niet, want toen waren er geen Polestars. Jawel, zeker wel. Ik heb destijds de introductie gedaan. Volgens mij was het de V60 Volvo. Dikke 6-cilinder. Beetje tegenhanger, BMW M3-achtig. Zo hadden ze dat bedacht. Ding was schreeuwend duur. Kostte 100.000 euro, volgens mij. Had een vrij aardig torretje. Maar die auto die was briljant waar het gaat om zijn onderstel. En dat kwam omdat er een Eulings onderstel onder zat. Nou zit dat niet onder deze auto. Het zit overigens wel onder de Polestar 2 BST, de Beast. Die auto die ga je binnenkort vaker terugzien op e-drivers.com. Wordt namelijk een duurtester. Veel zin in. Auto met een briljant onderstel. Kan ook niet anders, hè, met zulke dempers. Nou, deze heeft ze niet, maar deze heeft ook zo'n mooi onderstel. Gewoon prettige veer-demper combinatie. We rijden hier over een flinke verkeersdrempel. Dan is die niet te hard. Maar op het moment dat hij eraf gaat, is de veerbeweging ook meteen weg. En hij is meteen weer strak, in balans en klaar voor een volgende veerbeweging. En dat is precies wat je uiteindelijk wil, hè? Een auto met een mooi onderstel. Wat is er nog meer aan gebeurd dan die harttransplantatie? Nou, je kunt hem krijgen met een standard range. Zou ik niet direct doen. Dan kun je laden uit mijn hoofd 135 kilowatt. Maar als je nou de long range neemt, dat is deze, met tweewielaandrijving. Dat zou mijn keus zijn. Kost 55.000 euro, is zeker geen prijspakker. Maar zo'n auto die een WLTP heeft van 655 kilometer. WLTP, weten we, overdrijft altijd een beetje, maar niet zo erg als vroeger. Ik denk als je heel erg je best doet, de auto is echt efficiënter geworden ten opzichte van zijn voorganger. Die motor is efficiënter geworden. Als je heel erg je best doet, denk ik dat je wel 600 kilometer actieradius haalt. Hij heeft 300 pk.
is een prettig rijdende auto. Wat is er dan minder prettig aan? Hij is niet reusachtig ruim. Hij is ook niet reusachtig groot. Hij neemt de bagageruimte een goede 400 liter. Wel vergrootbaar, doordat de klep omhoog kan. Je hebt overigens een hele grote klep, hè, want het is een vijfdeurs auto. Dus geen kleine sedan. Voorin kun je wat kwijt. Het is geen pak ezel. Aan de andere kant, het is wel weer een auto die heel prettig rijdt. Het voelt heel Zweeds aan. Dan hoor ik wel eens mensen klagen over die middenconsole hier. Dan zou je been niet kwijt kunnen. Nou, ik ben 1,86. Niet per se klein. Ik heb er geen last van. Maar er zijn misschien mensen die heel graag wijdbeens rijden. Of zoiets. Ik heb geen flauw idee. Hij heeft nog wat fijns, vind ik. Dat is het Google Multimedia systeem. Daar kun je heel fijn tegen praten. Je kunt er ook Apple CarPlay op aansluiten. Wel via een draadje. En dat wat je op je telefoon dan zie je op het scherm. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook voor je. Dus het is, dat werkt goed. Dat werkte ook al goed. Maar werkt nu nog steeds goed. Wat is eDrivers.com? Op de website nl.linkedin.com zeggen ze... e-drivers.com is een onafhankelijk platform dat consumenten op een vernieuwende wijze informeert over de mogelijkheden van elektrisch rijden. Dat is wat wij nu aan het doen zijn. En dat deden we al jaren. En dat gaan we ook nog jaren doen. Alleen maar lekker bezig zijn met elektrische auto's en jullie dat vertellen. En af en toe ook gewoon een dikke unit ertussendoor. Hè? Dat kan ook nog eens zijn met een serieuze tor voorin. Gewoon ouderwets benzine erin. En die zie je dan op mijn eigen kanalen. Maar... ik wilde eigenlijk gewoon naartoe dat systeem hartstikke prettig functioneert. En wat ook fijn is, vind ik, het zijn van die eenvoudige dingetjes. Hè? Dat je de auto bedient, hier, maar met allemaal grote knoppen. In het Nederlands en heel duidelijk. Weet je, goed afleesbaar en ook niet zoeken, niet pieterpeuterig. Nee, gewoon prettig. Kost het? €50.000 voor de standard range. Die je prima kunt aanschaffen. Maar ik zou eerder gaan voor de long range. Dan laad je namelijk aan 200 kilowatt. En dan heb je een 82 kilowattuur accu. Dan heb je echt gewoon een serieuze actieradius. En 300 pk. Dus eigenlijk een in totaliteit complete auto. Die ook zeker goed rijdt. En die kost €55.000. Dus die is dan wel weer wat duurder. We kunnen trouwens ook wel eventjes laden. Inmiddels al een dagje zowat aan het sturen. Gaan we even doen. Er zijn nog steeds mensen die het een beetje spannend vinden. Zo'n elektrische auto. Hoe zit het nou met dat laden? Nou, elke keer word ik daarop aangesproken, probeer ik ze uit die angstdroom te halen. Het is niet meer eng. Dat was het een paar jaar geleden al niet meer. Maar het wordt allemaal steeds beter en beter. Neem nou bijvoorbeeld Shell Recharge. Hè. Die zitten inmiddels op meer dan 40 plekken langs de snelweg. Gewoon de bekende Shell plekken waar je al jaren terecht kunt. Kun je ook terecht om energie te halen voor je elektrische auto. En dat snelladen, want daar kan, heel snel laden is dat hoor. Dat is vaak zelfs sneller dan je auto aan kan. Nou, dat is prima natuurlijk, want dan maak je dus gebruik van het maximum van je auto. Maar je kunt dus ook op zo'n 300 plekken elders, dan heb ik het niet over naast de snelweg, maar elders in het land terecht. Bij Shell Recharge om snel te laden. Bijvoorbeeld bij gamma's. Dus jij gaat er lekker in je schroefjes en je kast en je nieuwe wc-bril halen. En je loopt er lekker een minuutje of 15, 20 rond. En in die tijd zit je auto, je elektrische auto, alweer bijna vol. En elders in Europa, bij meer dan 500.000 plekken, kun je terecht met je Shell Recharge app of je pas. Meer dan 500.000 plekken. Het zijn dus niet dedicated Shell laadpunten, maar je kunt er wel terecht. En als je nou wil weten waar je overal kunt laden bij Shell, dan gewoon even kijken op de Shell Recharge app. Is alles te zien. En nog meer dan dat trouwens, hè? Ook waar je geladen hebt, wanneer je geladen hebt, hoeveel je geladen hebt. Nou, kortom, alle informatie die je soms nodig hebt. Lekker jongens, dan had ik natuurlijk ook een banenschijfje kunnen doen, maar een beetje gezond. Ja? Het is in totaliteit een prettig rijdende auto. Voelt heel degelijk aan. Ja.
misschien een beetje flauw om te zeggen, maar ook wel een beetje Volvo-achtig. Hij is heel lang geleden ook bedacht als zijnde een Volvo. Het werd geen Volvo, het werd een Polestar. Het stuurt goed, het rijdt prettig. Door die verandering van de aandrijfkrachten rijdt hij lekkerder dan zijn voorganger. Hij is een fractietje efficiënter. Ik denk als je een beetje normaal rijdt dat je gauw zo 15, 16 kWh per 100 km kunt scoren. Het is niet de ruimste in zijn klasse. Hij is wel mooi compleet. En hij is ook verantwoord. Hè? Want eigenlijk aan alles, aan de auto, weet je hoe het zit. Als je bijvoorbeeld kiest voor het Nappa-leer, wat een vrij prijzige optie is. Dan ruikt de auto wel lekker naar leer. Dat hebben we wel. Echt leer. Dan weet je dat dat Nappa-leer afkomstig is van boerderijen waar ze koeien houden. En Polestar is dan helemaal ingedoken. Hè? Of dat welfare is, of dat allemaal klopt. Het zijn allemaal van die dingetjes. Je ziet op de zijkant bijvoorbeeld staan wat voor accu het is. Het is een open merk. Transparant merk. Het is een merk waar we veel van gaan horen hoor, de komende tijd. De Polestar 3. Hij is net gelanceerd. Staat nu bij de Spaces in Nederland. Zo noemen ze de winkels van Polestar. Is bestelbaar. Komt ergens, ik denk net voorbij het eerste kwartaal, echt de weg op in Nederland. En dan hebben we de Polestar 4. Mooie auto, prijs, range, om en bij de €70.000. Dus vrij forse auto, lijkt een beetje op deze, dynamisch. Gek ding, kijken we naar het achteruit. Kunnen we het niet vinden, zit er niet op. En dan krijgen we nog een Polestar 5. En een Polestar 6. En een Polestar 0. Zekers. Dat is een auto zonder footprint. Heeft geen uitstoot. Nou, heeft een elektrische auto nooit een uitstoot. Maar bij die Polestar 0, daar zijn ze nu al eigenlijk al een poos mee aan het werk. Die auto moet van well to wheel, vanaf het begin dat die bedacht is, tot het moment dat die waarschijnlijk zo'n 20 jaar later gerecycled wordt, mag die in totaliteit geen uitstoot hebben. Dat is knap natuurlijk. Maar als het daar naartoe gaat, en als het daar naartoe gaat voor alle producten die wij hebben, hè, die wij gebruiken in de wereld, ja, dan wordt de wereld uiteindelijk echt schoon. Zover is het niet. Tot die tijd doen we deze, de vernieuwde 2, die in een sterk toenemend concurrentieveld volgens mij nog steeds een vuist kan maken. Daar gaat het om.